Ik weet nu dat ik wel aan een levenswerkje begonnen ben en ik niet kan zeggen, hier stop ik mee of zo. Dat kan niet. We willen vanuit Rotterdam kijken of we iets aan rifherstel zou kunnen doen, maar dan gedacht vanuit de vis. Ja, het is zeker nodig om het rif te redden. Het is gewoon voor maatschappelijk belang dat die riffen blijven bestaan. Want ook wanneer het stormt op zee, breken zij eigenlijk die golven. Dus wanneer een rif weg zou gaan, dan heb je veel sneller die kans op overstromingen. Dat koraal, dat leeft niet alleen. Dat is eigenlijk een heel ecosysteem. En daar heb je vissen voor nodig om dat koraal gezond te houden. We noemen ze heel vaak de tuinmannen. En die onderhouden de koraaltuin. Maar we zijn heel vaak de rol van de vis eigenlijk vergeten. Dus wat we nu heel goed kunnen, is koraal terugplaatsen in de natuur. Maar wat we dan vergeten, is dat we die tuinman nog niet kunnen terugplaatsen. Maar die is deel van het ecosysteem, van een heel groot, complex geheel. En we weten eigenlijk dat die ook heel hard nodig is. Alleen stappen daarin zetten als je er nog niks mee kan, is best wel moeilijk. Het begon ermee dat ik me ergerde aan het feit dat de gemiddelde vis in een aquarium nog uit het wild komt. Dat je die rol van de vis in het ecosysteem zo erg negeert dat je ze zelfs nog uit het wild haalt om ze in een aquarium te zetten. En wat ik eigenlijk wilde doen is kijken, kan je nou niet gewoon het water waar ze uitkomen gebruiken? We kunnen het hier wel, maar ja, dan moet je van alles erom gaan bouwen dat het die omstandigheden van de zee matcht. Terwijl als je dat gewoon in de zee doet, hoef je dat allemaal niet. En ja, wel, je moet wel wat bedenken dat het goed in elkaar gezet wordt. Maar al die omstandigheden, ja, dat regelt de zee zelf wel. Het maakt het in ieder geval mogelijk om op het rif zelf iets te doen, zodat je niet eerst alle vissen naar een aquarium moet en dan weer terug naar de zee. Maar je kan ze eigenlijk in hun natuurlijke omgeving een soort voorsprong geven. Dus het eerste wat we hebben gedaan is een kweekvat in een koraalsysteem van ons zetten om ook gewoon te meten, vervuilt het ons eigen koraalwater in het klein. Nou, dat deed het niet. Maar terwijl we daarmee bezig waren, dacht ik, holy shit. Als je het zo kan doen, waarom zou je het niet drijvend doen? En er een zonnepaneel op gooien, zodat je een systeem hebt wat je in het wild kan gebruiken. Het kweeksysteem is eigenlijk een kraamkamer voor vissen. Het drijft in de zee en het werkt op zonne-energie. Binnen ons kweeksysteem zitten allemaal vaten en daarin kunnen wij dus die eieren wegzetten om ze uit te laten komen. We hebben een drijvend prototype gemaakt. Echt zelf gewoon op Amazon dingen bestellen, kijken of het werkt. Onze eigen pompjes erop aansluiten. Echt nog lekker habibabi willy wortelen, maar het was wel, het werkte en dat ging. Toen zijn we eigenlijk fondsen gaan vragen met de start-up Roffa Reefs. En met die start-up hebben we het innovatiefonds van het Wereld Natuurfonds toegekend gekregen. En zijn we heel snel plannen gaan maken. Oké, nu gaan we dus naar Bonaire, we gaan een prototype in de zee gooien. Hoe gaan we dat doen en wat heb je daarvoor nodig? En dan begin je eigenlijk met eitjes vangen. Er gebeurt zoveel in die bovenste laag van de oceaan en daar is zoveel informatie eigenlijk uit te halen. En als wij vissen willen kweken, is het belangrijk om eigenlijk een grote database te maken aan viseitjes. Want ja, we weten nog steeds niet van welk eitje van welk vissoort is. Het plaatje van deze vis, we weten het is een doktersvis of een papegaaivis of weet ik het wat. En dan het ei van die vis, geen idee, dan moeten we maar wachten tot die zoveel weken oud is en tot die een beetje de vorm van die vis begint te krijgen. En als je uiteindelijk dus weet van, oké, dit eitje is van deze vissoort, kan je uiteindelijk ook gaan onderzoeken van, oké, dus deze vis die plant zich voort bij de volle maan of alleen in de maand augustus. En in die zin kan je dus ook beleid schrijven voor visserijen bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt, nou, als het volle maan is of en die vissen zijn druk bezig met voortplanten, dat wordt een beetje door de maan wordt dat gestuurd. Je zegt, nou, als we vannacht nou niet vissen, dan hebben die vissen in ieder geval de kans om hun eitjes en hun sperma rustig af te zetten in zee. Dat zou al een stap kunnen zijn. Normaal wordt er eigenlijk gezegd tegen vissers van, nou ja, wat jullie doen is gewoon helemaal slecht. Maar zo staan wij er niet in. We hebben gewoon van, misschien moet je alleen deze paar dagen van de maand even een keertje niet vissen. En dan en de rest van de maand zou je het wel gewoon mogen doen, want wij willen niet het brood afpakken van de vissers. Voorheen was het twee campanen tegen elkaar, de vissers en de rangers. En nu hebben we het zo ver gekregen dat we gewoon samenwerken. Wederzijds begrip, wederzijds respect. Ideaal. Wij willen gewoon super graag dat we vissen kunnen gaan kweken en dat uiteindelijk iedereen dat kan doen om het rif te gaan redden. Waar we nu dus heel veel mee bezig zijn, is dus het proberen te kweken van die vissen. En dat gaat veel sneller dan de wetenschap. En mijn rol daarin is eigenlijk daar steeds achteraan te rennen. En ja, proberen dat onze resultaten reproduceerbaar worden, zodat ook andere mensen het kweeksysteem kunnen gaan gebruiken. Wat je hoopt is dat je in ieder geval
één project hebt waar je kunt laten zien hoe het werkt en dat het werkt. Dat iedereen enthousiast is en dat je ook methodes hebt ontwikkeld waardoor je het elders op de wereld ook zou kunnen toepassen. Dat is natuurlijk wel het mooie van zo'n kweeksysteem. Dit voelt heel erg als pionieren. We zijn gewoon lekker aan het uitproberen. En ik verwacht onze eerste doorbraak op papier wel aankomend jaar. Als wij echt ons project gaan vestigen in Bonaire en elke dag data gaan verzamelen. We zijn eigenlijk nu een soort van kinderen die in de sloot voor het eerst allemaal dingen zien. Maar we zijn misschien wel de eerste van de wereld die al die nieuwe dingen zien. Het project vind ik zo belangrijk omdat het op een hele andere manier kijkt naar het houden van vissen, het kweken van vissen en daarmee ook het beschermen van de natuur. Heel anders dan hoe dat normaal in een dierentuin wordt gedaan. Ik wil dat straks wat ik nu hier sta te bewonderen, dat mijn kleinkinderen over 20 jaar nog steeds zo mooi kunnen zien. Ik hoop dat we dus meer gaan leren over de vissen zelf en dat we daarmee ze beter kunnen beschermen en dat we ze ook kunnen in gaan zetten om die koralen dus gezond te houden.